Er is dus een heel stuk, sorry als jullie bloed zien, van mijn vinger af. Hey guys, good morning en welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag maandag en ik ben al even wakker. Het is 10 uur. Ik heb Olivia net naar bed gebracht voor haar ochtendslaapje. En ik heb straks een shoot voor Amazin. Niet voor online, maar voor het magazine dat in september uitkomt met Claire, Kay en Vief. Dus daar heb ik heel veel zin in. Dat is natuurlijk heel gezellig als je met je vriendinnen iets leuks doet voor werk een dag. Maar goed, dus dat ga ik straks doen. En nu ben ik thuis en ik heb net gedoucht, zoals jullie zien. En ik heb nog geen make-up op, maar ik wilde even iets uitproberen. Dus ik dacht, ik doe het even live voor de vlog. Auw, waarom ben ik altijd zo onhandig? Het is... Oké. Eén ding eerst. Ik ben niet tegen, maar ik zou zeg maar nooit iets aan mezelf laten doen. Dus zeg maar, ik zou nooit mijn lippen doen of botox of dat soort dingen. Eigenlijk moet je nooit nooit zeggen, maar ik ben er dus niet op tegen. Want heel veel vriendinnen van mij hebben het wel gedaan. Eigenlijk meer vriendinnen wel dan niet. Maar nee, ik vind het gewoon niet bij mezelf passen. Ik vind mezelf er geen type voor. Nou, jullie weten ook trouwens dat ik niks ga doen. Je ziet het ook. Maar ja, het is gewoon niet mijn ding. Ik heb zoiets van, ik zie het wel hoe ik oud ga worden. En ja, als het tegenvalt, dan valt het tegen. Ja, life. Ik probeer wel niet veel in de zon te zitten en zo. Ik heb vroeger wel gerookt, nu niet meer. Ik probeer wel zeg maar dat soort dingen te doen. En ik ga niet onder de zonnebank en zo. Dus misschien valt het mee, we'll see. Maar ik heb via Knap dit gekregen. Ik heb het daar al één keer geprobeerd. Ik ga het nu voor het eerst zelf doen. Het is van, het heet Kiwanis. Het is een, iets van Tokio. En het zijn micronaaltjes. Dus het klinkt enger dan het is. Het voelt zeg maar net als microdermabrasie. En het zijn pads die je onder je ogen kan doen. Of hier. Of waar je fijne lijntjes hebt. En er komt zeg maar hyaluronzuur en collageen. Krijg je dan een toevoeging van. Bijvoorbeeld onder je ogen. Want dat maak je minder aan. Na je 25ste of 27ste. Dat weet ik niet precies. En het is ontwikkeld dus in Tokio. Het is eigenlijk ontwikkeld voor derde wereldlanden. Omdat ze daar geen naalden mogen gebruiken. Dus ze wel kunnen gebruiken. Maar er heel veel problemen zijn met naalden. Met die vaccinaties. Daar hebben ze micronaaltjes in pads. Hebben ze die technologie onderzocht en geproduceerd. Dus dat zijn die pads. Die pads doe je onder je ogen. En daarmee doe je dus een beetje hyaluronzuur en collageen onder je ogen. En het blijft 78 uur geloof ik. Of 72 uur, dat weet ik niet precies. Maar we gaan het zien. Ik ga het gewoon proberen. En dit is hoe mijn ogen er nu uitzien. Even kijken. Ik zal even vol inzoomen. Ja, ik heb niet echt heel veel lijntjes. Maar goed, het is wel donkerder en het is meer ingevallen. Naarmate ik ouder aan het worden ben. Dus ik ga ze erop doen. En dat ga ik wel even zonder de vlogcamera doen. Want dat wil ik even met volle aandacht doen. Kijk hoe het eruit ziet. Is hoe het eruit ziet. Het zijn gewoon oogpads. Dus let's try it. Ik vind het wel spannend om zelf te doen. Oké, nou ik heb die pads erop gedaan, maar ik heb het niet goed gedaan volgens mij. Dus ik weet niet of het helemaal gaat werken. Ik keek net het filmpje wat erbij hoorde. Of het goed was, maar ik denk het niet. Maar goed, ik ga het 20 minuten op laten zitten en we'll see. Oké, en ik heb ze eraf gehaald. Ik heb nog wel een rode plek van die dat ding. Ik weet niet of je verschil ziet. I don't know. Ik ga me in ieder geval samen haar feunen en naar die shoot toe. En dit is trouwens wat ik nu even aan heb. Tommy trui. Zo hier onderling. Een zwart leren rokje. En ik heb eindelijk een keer deze schoenen aan. Dus dat is mijn outfit. En ik heb mezelf echt heel hard gesneden. Dus ik zit met een bloedende vinger. Maar let's go. Ik ben aangekomen op de shoot. En hier nog even mijn outfit. Die je niet echt kan zien. Eerst de styling en daar gaan we straks shooten. En Pief en Claire zijn er al. En Katie komt er ook nu aan. Oké, ik heb make-up op en ik heb mijn eigen styling gedaan. En ik heb dit vintage jasje van Dior aan. En dit rokje van ASOS. En Pussy Lopers. En we gaan nu eerst shooten. En we zijn klaar met shooten. Ugh. Ben ik scherp? Ja.
zijn klaar met shooten. Tenminste, ik ben klaar. Claire zijn klaar. En Keetje is nog even aan het shooten daar. En ze is met scooter, dus die gaat mij een lift naar huis geven. Anyways, er is dus een heel stuk, sorry als jullie het niet zien, van mijn vinger af. Echt oprecht een stuk. Ik weet niet zo goed wat ik moet doen, of ik nu naar de dokter moet gaan. Of dat ik, in ieder geval eigenlijk langs de apotheek nog op tijd. Want het doet super pijn. Als het nat wordt, kan ik echt wel krijsen van de pijn. En, dus dat. Spullen pakken, vooral met olie knuffelen. En dan ga ik weer naar bed. Hey guys, het is de volgende dag. Ik heb gisteren niet meer gevlogd, dus deze vlog gaat denk ik ook een beetje kort worden. Ik ben helemaal buiten adem van het trappen lopen. Maar gisteren toen ik thuis kwam van de shoot van de Maisin, werd ik gebeld dat een hele goede vriend van mijn stiefbroer is overleden. Dus zo begon de avond, dus dat is echt vreselijk en super erg. En zielig en één groot drama. Dus daar was ik even mee bezig. En ik was er veel met Sander over aan het praten. Die kende hem ook. En Sander zou thuiskomen. We zouden naar Rome gaan vanochtend. En toen was Sander in New York. En was zijn vliegtuig kapot. Dus kon Sander niet naar huis vliegen. Dus die kwam pas woensdag terug. Dus ik had even met de klant gebeld. Waar ik mee naar Rome zou gaan. En die situatie uitgelegd. Want Sander zou dus ook meegaan op die reis verwerken. En die zei ook van blijf lekker in Amsterdam. Dus dat heb ik gedaan. Ik vind het wel heel jammer, want ik had er heel veel zin in. Maar ja, het is even beter zo. Maar dan weten jullie dat. Ik ga nu gewoon een nieuwe vlog beginnen. En deze vlog afsluiten. Hoop dat die nog een beetje leuk was. Heel erg bedankt voor het kijken. Ja, ik vlog elke dag. Dus normaal zou ik dit soort dingen minder snel vloggen. Maar dan weten jullie dat. Ik zie jullie morgen.